vandaag ga ik 20.000 SRD overhandigen en in de spot doen. Ik heb niet meer. 20.000. Yes. Vandaag hadden we de launching van onze kerstpottenactie. Het is de 99e keer dat het leger zelfs zijn kerstpottenactie gelanceerd vandaag. En wat is jullie target? Onze target is, ik zeg, 500.000 plus. Want gezien de economische situatie in het land hadden we gedacht dat we misschien 500.000. Maar u ziet de schommelingen van prijzen in de winkels. Dus ik denk dat we voor 500 plus moeten gaan. Maar de target is ook 1500 mensen een pakket te geven van het jaar. And of course we want to thank the Phantom. They have donated 20.000 SRD. En hoeveel is er al op deze eerste dag opgehaald? 20 van meneer Ben, 20 van Phantom. Jack Two Center for Service heeft ook een 11 zoveel overgemaakt. Je zei net dat dit de 99ste keer is? Ja, inderdaad. Het is de 99ste keer dat het leger is zelfs in Suriname. Want volgend jaar vieren wij onze 100 jaar bestaan in Suriname. En dan worden ook activiteiten ontplooid rond die tijd. Is leger dat zijn al zo lang in Suriname? Ja, inderdaad. Natuurlijk waren we, was het veel kleiner, want in kleinere groepen werden de activiteiten ontplooid. Maar sinds een paar jaren geleden zijn we een beetje wijder en groter gaan worden. En ook meer bekendheid gaan genieten.